Goedemorgen jongens en meisjes, hier is de spellingles voor dinsdag 21 april. Je hebt hiervoor nodig je kopieerblad van les 6. Wij gaan samen kijken naar opdracht 2 en naar opdracht 3. Kijk even mee naar opdracht 2. We gaan naar de hei. We moeten de zin in de andere tijd zetten, dus we gingen naar de hei. Bij 2. We zien mooie vlinders. Zien is tegenwoordige tijd, wij maken er verleden tijd van. We zagen mooie vlinders. 3. We kijken er al lang naar. Jij moet hem in verleden tijd zetten. 4. Ik vraag hoe ze heten. Jij moet hem in verleden tijd zetten. En 5 ook. Mijn zus weet het wel, in de verleden tijd. Kijk alvast mee naar 3. Vul voor elke zin van oefening 2 de rijen in. Dus je hebt deze zinnen nodig. Die we net hebben gedaan. TT is tegenwoordige tijd. VT is verleden tijd. EV is enkelvoud. MV is meervoud. En er staat een schema. Zie je dat? Ik heb dat schema ook zelf getekend gemaakt. Oké, zin 1. Dat gaat dus over deze zin. We gaan naar de hei. Oké, onderwerp van we gaan naar de hei is we. Persoonsvorm. Gaan we naar de hei? Vind ik door een vraag te maken. Dus gaan is persoonsvorm. De zin staat in tegenwoordige tijd. We gaan naar de hei. Het is dus meervoud. En gaan verandert in het woord gingen. Dus het verandert van klank. Het is klankveranderend. Zin 2. De zin was we zien mooie vlinders. We is het onderwerp. Zien is de persoonsvorm. De zin staat in tegenwoordige tijd. We is het, dus we zien mooie vlinders, dus het is meervoud. En als ik het in verleden tijd zet, dan verandert het in zagen, dus het is klankveranderend. 3. We kijken er lang naar. Wat wordt dat? We keken er lang naar. 3. Onderwerp. We kijken er lang naar. We is het onderwerp. Persoonsvorm kijken, tegenwoordige tijd, het is we dus in meervoud. Maar let op, dat is niet bij alle zinnen zo, toevallig bij mijn voorbeelden hoor. En het is ook klankveranderend, want kijken verandert in keken. Jij maakt het af, veel succes!